Goedemiddag dames en heren. Uh, welkom op mijn YouTube-kanaal Jean Leaks. Fijn dat jullie er weer zijn. Waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, dat is de dramatische ontknoping in de vermissing van Orlando Boldewijn uit Rotterdam. Voordat ik ga zeggen wat ik jullie wil zeggen, wil ik Nancy, de moeder van Orlando, wil ik oprecht heel veel sterkte toewensen de komende tijd. En ik hoop gewoon... Dat je ooit de kracht kan vinden om dit verlies van je kind een uh, plek te geven. Want ik denk dat uh, niemand in jouw situatie had willen zitten. En jijzelf ook zeker niet. Dit zijn dingen die zijn je overkomen. Dus uh, mij het heel versterkt de komende tijd. En uh, we staan achter je. Waar ik het met uh, de rest van uh, de kijkers over wil hebben is het volgende. Ik heb sinds Orlando is gevonden. Heel veel bullshit gelezen op Facebook. En ik noem het bullshit omdat het ook echt gewoon bullshit is. Andere woorden heb ik er niet voor. Um, mensen vinden dat de politie niet snel genoeg heeft gereageerd, niet adequaat heeft gereageerd. Er zijn zelfs mensen die roepen dat is omdat Orlando zwart is, halen Anne Faber erbij. Um, ze hebben commentaar op Amber Alert, waarom de Amber Alert niet is gebruikt. Om te beginnen denk ik dat voordat je dit soort dingen gaat roepen, moet je, je even verdiepen in de feiten. Um, de mensen die Anne Faber erbij halen, die zijn sowieso heel onsmakelijk bezig, want uh, de vermissing van Anne Faber en de vermissing van Orlando, dat zijn twee totaal verschillende vermissingen die je niet eens met elkaar kan vergelijken. Want voordat je die vergelijking maakt, moet je even gaan Concentreren op de feiten waaronder Anne Faber is verdwenen en de feiten waaronder Orlando is verdwenen. En die feiten kan je gewoon terugvinden op uh, Google als je er maar goed genoeg naar gaat zoeken en niet het eerste en het beste wat je leest uh, voor waar aanneemt. En dan zal je zien dat het helemaal nergens over gaat wat je roept. Um, de politie heeft denk ik heel veel werk verzet om Orlando te vinden. In eerste instantie dachten ze dat het een wegloper was. Daar haren kennelijk aanwijzingen voor. Maakt ook niet uit. Maar wat ik jullie wil zeggen is dat er achter de schermen meer is gebeurd dan dat jullie zien, denken en ooit te weten zullen komen. Ook ik, want ik weet ook niet alles. Maar heel veel mensen die denken dat pas op het moment. Dat er een uh, helikopter gaat vliegen. of een bootje gaat varen. dat dan pas de politie in actie komt. en dan wordt er nog gezegd. dat doen ze dan pas omdat hij zwart is. Nee, ze waren al met onderzoek bezig. een paar dagen. en op een gegeven moment hadden ze zoiets van. er klopt hier inderdaad iets niet wat mensen roepen. Ik bedoel, er zijn 40.000 vermissingen per jaar in Nederland. Van die 40.000 vermissingen heb je het over 16.000 kinderen dan wel minderjarigen. Um, je hebt gewoon niet de capaciteit om dat allemaal te onderzoeken. En het grootste gedeelte van deze vermissingen die lost zichzelf weer op na 1, 2, 3 dagen. En slechts een klein percentage um, loopt verkeerd af. Dus um, het is logisch dat niet bij elke vermissing die je hebt dat je daar vol op in kan gaan zetten. Maar op het moment dat ze zoiets hadden van dit klopt er niet, hebben ze gelijk een rechercheteam geformeerd en zijn ze daarmee aan de slag gegaan. En die duikers van het arrestatieteam, die hadden niet eergisteren zoiets van... weet je wat, we hebben niks te doen, laten we maar even het water ingaan... en kijken of we misschien daar wel wat zullen vinden. Nee, ze hebben een concrete tip gehad. En naar aanleiding van die tip zijn ze dus kennelijk gaan zoeken in het water. En hebben ze godzijdank voor de familie van Orlando het stoffelijk overschot kunnen bergen. Ik bedoel... Mensen, niet alles in het leven draait om racisme en om kleur. Want voor degenen die roepen dat Orlando minder geholpen zou zijn met zoeken uh, dan Anne Faber, um, ik weet niet of jullie Orlando persoonlijk kennen, maar Orlando's moeder is gewoon een kaaskop, een Hollandse Hollandse dan dat ga je ze niet vinden, een Macamba, een Tata. Hoe je het wil noemen. Dus het verhaal, omdat hij zwart is, gaat niet op. Het is sowieso, vind ik, heel triest dat een 17-jarige jongen zo aan zijn einde moet komen, ongeacht kleur, afkomst, geloof of wat dan ook. Want niemand heeft het recht om een ander van het leven te beroven, vind ik. En zeker niet op zo'n jonge leeftijd. En ik denk. Dat in plaats van dit soort discussies op gang te gaan houden over racisme, over wel of niet uh, um, genoeg manschappen van de politie, uh, zouden we gewoon met z'n allen als een blok gewoon achter die familie moeten staan en ze alleen maar sterkte toe wensen. Want ik denk niet dat ze zitten te wachten op deze bullshit die allemaal op Facebook en de media voorbij komen. Want een ieder die. Uh, Commentaar is op de politie. Ik heb ook van jullie niemand. Heb ik uh, initiatieven gezien? Van goh, laten wij met z'n allen eens om Orlando gaan zoeken of wat dan ook. Maar in de tussentijd wel vanaf je luie stoel. Kritiek leveren op de mensen die dag en nacht in touw zijn geweest. Om zo'n jongen boven water te krijgen. Dus mensen, kom op. Get a life. En laten we nou niet alles aangrijpen om het racisme probleem... wat sommigen hebben. Om dat weer aan te gaan kaarten. Want uh, mensen riepen: Black Lives Matter. Klopt. Maar in dit geval is het gewoon: Human Life Matter. Want het maakt niet uit wat kleur je bent. De politie zoekt je toch wel. En als ze je vinden, hebben ze gewoon hun best gedaan om je te vinden. Dus laten we gewoon stoppen met deze bullshit, mensen. Ik wens jullie in ieder geval een fijne dag verder. Als je het ziet zitten, abonneer je even op mijn kanaal. Want er gaan meer vlogs aankomen de komende tijd. En een duimpje omhoog is altijd flex. Tot de volgende keer, mensen.